Goedemorgen allemaal, het is vandaag maandag 21 januari. En na maanden, of misschien wel weer een jaar, dacht ik vanmorgen van... Het is misschien wel weer leuk als ik een dagje ga vloggen. Zoals sommigen weten doe ik dit al jaren. Alleen, dan heb ik weer een paar video's gemaakt en daarna upload ik weer een tijd niks. Want ik zie YouTube meer een beetje als leuk en hobby en zo, niet als werk. Dat is mijn website pinkit.nl. Maar ik dacht, misschien vind ik het wel weer leuk als ik video's ga maken die beter bij mij passen. Dus meer de persoonlijke dingetjes. Boodschappen shoplogs. Ik kijk echt al weken achter elkaar allemaal Amerikaanse boodschappen shoplogs. En die zijn echt enorm. Die halen per maand alles in één keer. En schoonmaakvideo's. En toen dacht ik, weet je, ik vind dat eigenlijk ook heel erg leuk. Dus misschien dat ik dat dan in mijn vlogs verwerk. En natuurlijk ook een beetje beauty en een beetje mama en zo. Alleen dat laatste zal iets minder terugkomen, want Sarah is inmiddels 10, echte puber. En die heeft veel te druk en die wil niet meer zoveel voor de camera. En mijn vriend ook niet, dus... Nou ja, we zien het wel. Om de dag goed te beginnen heb ik net Sarah weggebracht. En ik ben naar de MT geweest, daar heb ik ook een stukje van gefilmd. Dus als het goed is, zag je dat hiervoor. Er waren een paar aanbiedingen die ik gelijk heb gekocht. En ik wil straks, moet ik een pakketje wegbrengen naar de Bruna, van PostNL.nl zit daar. En daar tegenover zit Albert Heijn, dus die hebben ook allemaal aanbiedingen. Van de week even het foldertje doorgekeken, of dat was gisteren eigenlijk. En daar wil ik eigenlijk ook nog eventjes naartoe. We hebben zaterdag wel grote boodschappen gedaan bij de Jumbo. Grote boodschappen doen we meestal één keer in de week en verder niet. Maar het was deze week zo karig dat we boodschappen hadden gedaan. En ik keek gisteren in de koelkast en de koelkast ziet er gewoon hartstikke leeg uit. Ik zei tegen Roy, dat is mijn vriend, van... We hebben boodschappen gedaan. Ik heb voor 60 euro gepint. Waar zijn de boodschappen? Ik bedoel, als je voor 60 euro pint, dan verwacht je wel dat je daar de hele week van kan eten. Maar het heel veel was voor in de diepvries. Dus er is wel wat in huis. Maar de koelkast ziet er gewoon akelig leeg uit. En wc-papier en de wat duurdere dingen moesten gehaald worden. Dus ik denk, ja, dan moet ik van de week toch een paar keer op pad. En dan vind ik dat helemaal niet erg. Dan ben ik er even uit. En ja, dat. En ik merk wel dat ik... Ik zit een beetje te trillen, mijn camera is nog steeds te zwaar, ik heb nog steeds geen andere camera. Maar ook omdat ik het een beetje spannend vind dat ik na zoveel maanden weer op YouTube ben en een filmpje, video opneem. En dat soort dingen. En ik weet nog niet of jullie dat überhaupt wel leuk vinden om te zien, maar ik dacht, ik ga vandaag toch filmen. Leuk of niet, ik doe het toch. Ik ga jullie even laten zien wat ik bij de MT net heb gekocht. En dan ruim ik dat op en dan kan ik een pakketje voor Marktplaats inpakken die ik ga versturen en dan zien jullie dat gewoon zo. De boodschappen die ik net even snel bij de MT heb gehaald. Persoon was in de aanbieding, ik weet niet of de vlog deze week online komt of later, dus of de aanbiedingen nog kloppen, kun je best zelf checken. 3 flessen Persoon wasmiddel voor een tientje, een zak witte bolletjes voor een euro. Er staat Jumbo op, want de MT wordt binnenkort een Jumbo en sommige dingen van de Jumbo liggen al in de winkel. Afwasmiddel. We hebben een vaatwasser, maar sommige dingen doe ik toch liever met de hand. Dus dat heb ik even gehaald. En ook de Unox rookworsten zijn in de aanbieding. En mijn vriend zei gisteren van, oh, de XXL versie. Dus die heb ik even gehaald voor hem. Hij is ook de enige die dit gaat eten. Sterre gaat het niet eten, ik niet. Dus ik heb ook gekeken, deze zijn tot maart houdbaar. Dat die dat nog even in de koelkast kunnen liggen. Want dit gaat toch niet in een week op. En koekjes voor bij de koffie. Dat beetje kostte 25 euro. En ik dacht dat klopt iets niet, maar... Ik had al gepint en ik liep de winkel uit en keek op het bonnetje. Zag dat de korting van de Persol niet eraf was gegaan. Dus het is eigenlijk altijd wel handig om even je bonnetje mee te nemen en het toch even te checken. Want het kan altijd fout gaan. Foutjes gebeuren na eenmaal, dat is niet erg. En toen heb ik het gewoon contant teruggekregen. Al had ik het liever gewoon mijn rekening gehad. Want bij, ik vind contant geld gewoon niet zo handig. Maar ja, het komt ook wel op. Ik ga de boodschappen even opruimen. Ik ga het pakketje voor Marktplaats, de verkoper, die is gekocht. Die is gekocht heb, klaarmaken. En dan ga ik dat straks wegbrengen. En nog meer boodschapjes halen waarschijnlijk. Maar het is glad buiten. En iedereen staat de auto's te krabben. En... Ik ben weer terug. Ik heb dus het pakketje bij de Bruna afgeleverd. En ik ben even de Albert Heijn naar binnen gegaan. Dit zijn extra boodschappen dus. Ja, ik laat het even aan jullie. Waarom ik naar de Albert Heijn ben gegaan is voor de kwekkenboom kroketten, de Black Angus. Roy, mijn vriend dus, die vindt dit enorm lekker. Hij is helemaal gek op deze lijn, dus ook van de bitterballen en zo.
En dit waren nu 2 zakken voor 5 euro. Terwijl dat normaal zo'n zak 4 euro nog wat is. Dus ik denk, die haal ik. Die gooi ik in de vriezer straks. En Ster en ik vinden dit ook wel lekker op een broodje en zo. Dus dat komt wel. Dat ligt er dan zeg maar als voorraad. Reinigingsdoekjes. Altijd handig om in huis te hebben. Wegwerpscheermesjes. Er staat Ker op. Maar dat zijn gewoon dezelfde als van de Ethos. Want Albert Heijn en Ethos. Ja, dat hoort bij elkaar. Van Ahold. Dus die vind ik echt super fijn. Vegetarische balletjes. Ster en ik beginnen steeds minder vlees lekker te vinden. En we zijn niet vegetarisch of vegan of wat dan ook. Maar ja, we proberen wel een paar keer in de week vlees te vervangen voor iets anders. Of gewoon vlees weg te laten. En deze balletjes vinden we lekker met een roerbakprutje. Dat maak ik morgen of zo. Dat komt wel goed ook. Zakje appel. Deze was, ja, Sterre vindt dat lekker. Ze vindt het lekkerder dan een hele appel echt. Af en toe neem ik zo'n zakje mee. Die liggen ook gewoon nog fruit op de schaal. Maar voor vanmiddag. Gekleurde hagelslag. Voor mij een bak met salade. Hazelnoot stoofpeer. Deze is super lekker. Dit is mijn lunch. Ik eet vanavond een soepje of zo. Dus dan eet ik meestal in de middag iets van, nou ja, salade of gebakken ei of wat dan ook. En er zat korting op. Dus dat was helemaal leuk. Een bakje Galia meloen. Ook voor Sterren. Was in de bonus. Bakboter. En ja, iets wat we totaal niet nodig hadden. Want ik heb echt nog heel veel krusli en musli en weet ik wat allemaal in huis. Maar ik zag hem staan met koekjes en cream. Ik dacht, ja. Nou ja, we nemen hem maar mee. Dit is absoluut niet gezond. Want dat dacht ik vroeger wel, zeg maar. Maar nu dat ik daar een beetje meer op let. Probeer ik altijd. Ja, ik weet niet of die scherp stelt. Het zijn zulke kleine lettertjes. Nou ja, in ieder geval, het is niet gezond. Maar ik doe dit in magenkwark. En dan doe ik ongeveer 10 tot 15 gram. En ja, dat, soms mag dat wel, vind ik. En ik ben ook even snel naar de Kruidvat geweest. Daar heb ik Foroy deodorant gehaald. Dat was 1+1 gratis. Dus 2 keer Axe deodorant voor 4 euro. Appen waren bij elkaar rond de 20 euro. Ik had 5 euro in de bonus, zeg maar. Dus dat is korting. En dan nog de deodorant. Maar ja, dat was nodig. En ik was dan toch ook bij de Kruidvat in de buurt. Dus ben ik daar ook naartoe gegaan. En nu ga ik opwarmen met een grote bak cappuccino. Want ik heb toch, het is zo koud. Ik bubber ook helemaal. Het heeft gevroren. Ik dacht, ik fiets er wel even heen. En ik zat echt op de fiets. Ik had een sjaal moeten doen en handschoenen en zo. Maar goed, even een frisse neus gehaald. Ik ga dat op ruim mijn koffie drinken. En dan ga ik aan het werk voor Pinkie. En toen was het alweer einde van de middag. Nou ja, einde van de middag. Bijna 3 uur. Het is nog niet echt einde van de middag. Maar ik heb even dus gewerkt voor Pinkie.nl. Wat artikelen geschreven. Administratie ben gewerkt. Want ja, dat is gewoon iets wat ik niet heel erg leuk vind. Dus dat laat ik altijd iets langer liggen. En dan wordt het te veel werk. En ik kan het beter per keer bijhouden. Maar ja, ik doe het al bijna 4, 5 jaar. En nog loop ik vaak achter de feiten aan. Het is wel keurig netjes allemaal. Maar ik zou mezelf iets meer tijd besparen als ik het gewoon dagelijks of wekelijks bij zou houden. Er kwam net een pakketje binnen. En ik zag hem al in de app staan van PostNL. Ik wist alleen niet waar die vandaan kwam, zeg maar. Maar dat weet ik heel vaak niet, want heel veel perspakketjes worden onaangekondigd verzonden. Dus ik krijg wel eens wat binnen en dan denk ik, oh leuk, maar dan wist ik niet dat het eraan kwam. Dat stond niet in de PostNL app. Maar ik koop zelf ook best wel veel. En vorige week heb ik heel veel AliExpress dingen besteld. En normaal ben ik niet zo van AliExpress. Ik koop liever originele dingen die gewoon in de winkels liggen. Maar ik heb wat toffe keukengadgets gekocht. En wat had ik nog meer? Haarbanden voor als ik mijn make-up doe. Zodat het haar uit het gezicht zit. En een standaard voor sieraden. Die is net binnengekomen. Tja. Het is wel precies zoals de foto. Hij is een beetje. Ik dacht dat. Want ik heb er een paar euro voor betaald. En dat vind ik voor Ali-begrippen best nog wel prijzig. Maar hij is best wel. Hij voelt nogal goedkoper. Maar goed, dat is het ook. Maar hij ziet er wel grappig uit. Het is knalroze. Dat past natuurlijk ook bij Pinkit. En zodra ik mijn werkkamer terug heb, dan leg ik ze ook even uit. Kan die er staan en kan ik mijn sieraden hier nou ja, opbergen. In plaats van dat het in een lavastop ligt. En mocht Sterre hem ook leuk vinden, krijgt zij hem wel. En dan bestel ik iets anders. Want haar kamer kan ook wel zo'n leuke knalroze sieraden hertgebruiken.
Maar in ieder geval, wat ik net wou zeggen. We hebben dus twee slaapkamers voor ons en voor Sterren. De derde slaapkamer is verbouwd. Er is niet heel veel aan gedaan, maar het is allemaal wel netter voor mijn werkkamer. Maar omdat onze slaapkamer verbouwd gaat worden, gaat ons matras op de grond in mijn werkkamer. En dan kunnen we namelijk alles leeghalen voor de slaapkamer en kunnen we daar slapen. Aangezien niet alles in één dag af is. En op dat moment dat dat gebeurt, ben ik mijn werkkamer natuurlijk kwijt. En kan ik eigenlijk niks opbergen van de beautyproducten, er niet werken, geen foto's maken en zo. Dus ik probeer zoveel mogelijk voor vrijdag te doen. Want vrijdag, aankomende vrijdag, gaan we serieus beginnen. Dus ja, ik heb een drukke week. Dus vandaar dat ik vanmiddag even tijd heb genomen om lekker te werken voor Pinkit. Nu ga ik dit afsluiten. Normaal vlog je zeg maar tot 's avonds, maar als ik Sterren heb opgehaald, gaan we lekker thee drinken. Zij gaat gamen waarschijnlijk met een paar vrienden. Fortnite. En ik ga... wat ga ik eigenlijk doen? Ik ga beginnen vast met eten klaarmaken voor het koken. En vanavond ga ik lekker douchen en wat afleveringen van Grey's Anatomy kijken. Wat op Videoland. En er kwam iets heel raars in beeld. Dus ik weet nog niet hoe dat zit met bewerken. Ik wilde zeggen, ik was een beetje zenuwachtig vanmorgen. En dat zal ook nog een paar dagen blijven. Ik moet weer wennen. Tijdens het editen, ik heb een paar stukjes al geëdit, is er ook wat fout gegaan met een paar beelden. Dus die zitten niet in de vlog, want tijdens het winkelen en zo. Ik moet er gewoon weer helemaal in komen. Dus mocht je vaker dit soort video's willen zien, abonneer je dan zeker op mijn YouTube kanaal. Ik heb wat paar leuke dingetjes besteld die ik ook wel laat zien binnenkort in de video. Iets bij Scoopy en zo. En er komen natuurlijk ook nog beauty content aan en zo. En anders, mocht je benieuwd zijn naar de reviews, kijk dan even op pinkit.nl. Er staan meer dan 3000 beauty reviews. Leef je uit, zou ik zeggen. Nou, klaar met kletsen. Ik ga de Sterren ophalen. En ik zie jullie de volgende keer.